Hoi, welkom terug in mijn werkkamer. Mijn naam is Lieke, literatuur- en cultuurhistoricus. En ik vlog voor jullie vanaf de Katholieke Universiteit Leuven. En in deze vlog wil ik jullie meer gaan vertellen over mijn ervaringen de afgelopen maanden. Ondertussen 2,5 maand verder werken en wonen in België. En hoewel je misschien op het eerste gezicht niet zou verwachten dat er veel verschilt met de Nederlandse situatie, is er niets minder waar. Er is ook wel eens gezegd dat er misschien wel geen twee buurlanden zijn die dezelfde taal lijken te spreken en die meer van elkaar verschillen cultureel gezien dan België en Nederland. Heel praktisch gezien merk ik dat misschien wel het beste aan het feit dat ik al 6 weken niet op mijn fiets heb kunnen zitten. Want hoewel ik altijd door Amsterdam reisde met mijn fietsje naar het Rijksmuseum, ben ik in de 2e week al gestruikeld over het Antwerpse tramverkeer. En heb ik mijn arm gebroken. Dus deze Hollander kon 6 weken lang al niet fietsen. Het verschil tussen België en Nederland merk je ook goed als je gaat kijken naar de inrichting van de academie. Dat merk je misschien wel het allerbeste aan hoe de studenten zich opstellen. Die zijn veel meer gevoelig voor hiërarchie in Nederland. En waar ik in Nederland vooral tijdens mijn colleges een soort gespreksleider was, moet ik hier toch wel echt het voortouw nemen en de studenten sturen in het hele proces. Wat mijn verblijf in Leuven ondertussen ook al heeft opgeleverd, is een heel fijn samenwerkingsverband met Beatrice van Akker van de afdeling Romaans. Beatrice is een literatuurwetenschapster en samen met Beatrice en met nog 2 collega's organiseren we in maart volgend jaar een groot internationaal congres over de representatie van vroegmoderne vrouwen als intellectuele autoriteiten. En ik hoop dat al deze samenwerkingen een blijvende impuls zullen gaan geven aan het onderzoek dat ik de komende jaren hoop te gaan doen. Ik hoop dat jullie met deze vlog een beetje een indruk hebben gekregen van hoe mijn onderzoek zich in het buitenland voltrekt en hoe ook mijn eerste ervaringen waren in België. Misschien leert het ons wel een beetje dat je met een Rubicon niet per se de Rubicon hoeft over te steken, maar dat je ook dichter bij huis kan blijven en dat dat minstens zo uitdagend kan zijn.